Deze tutorial gaan we laten zien wat voor leuks je met de folie kunt maken. Ondanks dat het eigenlijk al een van de oudste nail art artikelen is, zien we dat het nog steeds enorm populair is. Als ondergrond breng ik Gel Polish 149 aan. Een mooie zachte roze lila tint. Deze gebruik ik als ondergrond. De Gel Polish hard ik 30 seconden uit in de sunlight. Na het uithouden breng ik een tweede laagje Gel Polish aan, zodat de kleur mooi dekkend is. Deze hard ik 20 seconden uit, want het kan zijn dat hij anders niet meer plakt. Dan duw ik de folie met de gekleurde kant naar boven op de nagel, op de plaatsen waar ik de folie wil hebben. Zoals je ziet dep ik hem, dan krijg je een heel mooi krakelee effect. Ik doe hem niet helemaal vol met de donkere paarse, maar ga ik tussendoor ook nog met de roze tint. Daarna breng ik de Next Stop Gel aan, zodat die folie afgezeild is op de nagel. Deze houden we 60 seconden uit in de sunlight. Na het uithouden is je design klaar. Zoals je ziet is hij helemaal mooi glad. Het is heel leuk om deze te combineren met meerdere kleuren. Bijvoorbeeld een donkerpaarse, gel polish erbij en een lichte roze of een lichte paarse.